Zes culturele instellingen uit de stad willen een hotspot vormen in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer. Dit plan presenteerden de partijen afgelopen week aan de gemeente en projectontwikkelaar NWPO. De instellingen willen het gebouw inrichten met onder andere ateliers, werkplaatsen en expositieruimtes. Door dichter bij elkaar te werken zijn er meer mogelijkheden om de ruimtes beter te benutten en samen te werken. Ik denk dat we met onze zes instellingen organiseren we allemaal verschillende dingen. Maar we hebben ook best wel veel overlap. Dus we kunnen heel veel bepaalde aspecten delen. Dus bepaalde workshops, dat dat allemaal niet dubbel hoeft. Dus ik denk dat er ook een bepaalde efficiëntie zit in die ruimte die we samen kunnen delen. We werken verschillend in kruisverbanden eigenlijk, hè, dus onderling. Maar dit wordt echt een samenwerking wat we voor ogen hebben om echt met z'n allen in één ruimte het jaar door voortdurend samen te werken. Je kunt denken aan een gezamenlijke ontvangsthal waar je elkaar ontvangt, waar een winkel is, waar een bibliotheek is, waar een podium is, waar je in gezamenlijkheid een expositie neer kunt zetten en waarvanuit je eigenlijk daarna verder gaat naar de verschillende afzonderlijke onderdelen die de culturele instellingen bieden. Kijk, we hebben nu als beeldende kunstorganisaties zijn we vrij verspreid over de stad. We hebben natuurlijk een aantal prominente plekken, maar de zichtbaarheid van ons programma bijvoorbeeld, van Noorderlicht, is er, maar kan veel meer versterkt worden als we op deze plek gaan zitten. En ook de crossovers maken met andere vormen van beeldende kunst en literatuur. En ik denk altijd, als je meerdere partners erbij hebt, dan heb je veel meer kans op een mooie mix, op elkaar aansteken. Ja, dat er nieuwe spannende programma's uit gaan komen en eigenlijk een nog beter aanbod voor Groningen en de Groningers. Wij hebben een jonge doelgroep en het zou natuurlijk super vet zijn als ze eerst bijvoorbeeld naar een tentoonstelling kunnen, hè, van een van de partners, dan met poëzie aan de slag gaan als verwerkingsopdracht en dan nog als overstijgend iets, bijvoorbeeld een poster gaan drukken met de tekst en beeld, dat je het kan combineren. Dus ja, dat zou voor ons fantastisch zijn. We hebben nu al gekeken naar wat wij gezamenlijk uitgeven aan huur. Nou, dan komen we toch op een aanzienlijk bedrag. Dus eigenlijk de insteek waar we mee ingaan is niet dat er direct extra geld bij hoeft te komen. En dat we het proberen op te lossen binnen de begroting die we hebben. Maar goed, voor een verbouwing, daar zullen we nog wel in gesprek gaan met externe partners.